Hallo jongens en meisjes en welkom bij weer een nieuwe Minecraft 1.9 Survival. Deze keer heb ik extra veel, ja mijn skin is ook veranderd, yay! Heb ik extra veel opdrachten verzameld. En ik zal ze nu eens allemaal proberen, want het zijn er echt heel veel. Wacht, ondertussen zal ik muziek opzetten. Zo, oké. Dus, ja, ik heb hier een aantal bordjes verzameld. Maak een uitkijk. Oh nee, wacht. Is zien van wie dat die was? Die was van Milan. Meus, nee, Meus. Maak een uitkijk. Toren. Zo. En nu de volgende. Milan, Meus zeg ook. Weg hè. Zegt ook, maak een bunker. Oké. Hier heb ik er nog één. Victor. Nu zien we dat hij het schrijft. De jager gewoon. De jager. En hij zegt, maak een grote creeper van groene, groene wol. Ja, nu begint het bord wel wat voller te geraken. Ja. Hier. En hij zegt ook, zet op een berg de naam van je land. En nu zou ik aan jullie willen vragen, willen jullie in de reacties zetten, hoe moet ik mijn land noemen? Want dat is ook heel moeilijk. Oké. Hier, nog één. Waar was het? Ah ja. Weer Christian Briefty. Briefty. Die zegt, doe één keer met een schep. Een schep op gras. En ik weet al wat dat er gebeurt. Dat is iets nieuws uit 1.9. Daarvan kunnen we ook de paadjes maken. Dan komt er dit. Volgens mij kan je het alleen maar kapot doen als je het zo doet. Dus ja, dat is wel een heel goed idee. Vind ik toch? Zouden we dat misschien als paadjes gebruiken? Laat dat ook in de reacties achter. Oh, onze eerste meloen. Oké. Maar er zijn er nog meer. Oeh, waar stond die? Sorry, ja. Ja, hier. Oké. En Milan Meo zegt ook, meer. Ah nee, wacht. Dat moet hier niet. Dat moet bij de leuke reacties. Want hier kan je ook komen.
Die zegt meer achtergrond. Muziek. En eens zien wie dat het zijn, want er was nog iets. Ah ja. Hij zegt ook die witte blok dus. Dus deze. Dan gaan we direct al een paar paadjes veranderen. Wacht, ik zal eventjes alle dingen die dat we kunnen doen op een rijtje zetten. Want nu is er eentje bijgekomen. En hier. Oh ja, dan moest op gas. Ik zal de rest eventjes hiervan maken. En dan moeten jullie zeggen wat dat jullie het mooiste vinden. Schep is kapot. Maar oké, laten we zelfs gewoon aan de opdrachten beginnen. De patches die doen we later wel. Oh nee. En meloenen groeien. Oh ja, nee, wacht. Om te zorgen dat de meloenen beter groeien, zou eigenlijk dit ook van gras moeten zijn. Meloenen die spawnen op gras. Makkelijker. Oh, nog één deurblokje heb ik dan nog. Ja, hier. Oké. Nu ga ik hier alles in doen. Nee, niet alles. Maar toch wel een heel deel. Dit moet ik meenemen, dit moet ik meenemen. Wat nog? Ladders misschien. Dit nog. En eten. Want je weet, misschien weten jullie het nog van de vorige keer. Toen was er een hele boze skeleton. Ik ga hier eventjes brood van maken. Zo. Toen was er een hele boze skeleton. Ik heb een beetje brood meenemen. Dus eventjes om ter zake te komen, een hele boze skeleton en die wou de hele tijd op ons schieten. Dus die gaan we nu eventjes iets zeggen. En het is geen hallo. Oeh, nog meer iron. Wow. Oh, daar zit hij. Ja, hoe ga ik hier nu binnen? Daar dus. Neem ik direct nog een tweede pickaxe mee. Oh ja, ik weet wat ik nog moest doen. Een nieuwe X maken. Zo. In plaats van een zwaard. Want ondertussen weet je wel in MP9 blablabla. Nee, spullen.
Heb ik ze allemaal? Ja, net zo. En waar zit nu die stomme skeleton? Hier. Wow. Ik laat hem verdrinken. Kan daar eigenlijk een skeleton verdrinken? Boeien. Oh, daar zit hij. Laten we eerst die kool ophalen. Oh oh, daar zie ik een spin. Vanaf hier begint het echte avontuur. Nee, vanaf nu begint het echte avontuur. Zo, daar zit die smeerlap. Uh-oh, volgens mij heeft ze mij gezien. Zo. Zo. Oh, hier is hij. Ik weet dat mijn Minecraft hier lekt wat, maar... Oh. Wow, wat? Stom ding, stop. Phew, heeft ze 3 gemmen. Aha. Oeh, nog meer iron. Oké, dus hebben jullie ook nog leuke ideeën voor nieuwe series? Want dat moet eigenlijk wel dringend. Want ja, we willen zo snel mogelijk nieuwe variatie, nieuwe series. Meer variatie toch? Nieuwe series enzovoort. Zodat we jullie nog steeds blij kunnen maken. Zo. Oh, nog meer raar. Een water wil. Ja, hier, eindelijk. Zo. Met al dit iron, ik heb er wel een ideetje mee. Zo. Zien hoeveel dat we hebben. 25. Dat is heel veel. Wat dachten jullie van een automatische oven? Dan hoeven we niks meer erin te doen ofzo, het gaat allemaal automatisch. En we hoeven er wel nog in te doen, maar voor de rest niks meer. Want ik ben niet zo
goede redstone, maar ik kan er wel een beetje van. Oh, hierdoor. Was ik dat goal nu vergeten of kwam dat door die skeleton? Volgens mij door de skeleton. Wacht, we komen hier later terug. Ik moet eerst die... dat ding in veiligheid brengen. De arm. Ah, het is al nacht. Oh nee, het regent. Wauw, creeper. Wow, yo. Ik weet dat we die creepers heten hoor, maar ik heb nu echt de pest aan creepers. Zo. Nu ga ik eens kijken of ik het terug kan oplossen. Hebben jullie ook nog goede ideeën om creepers weg te halen hiervan? Dat zou wel leuk zijn. Al die mooie bouwwerken die daar later gaan komen, die zouden gewoon opgeblazen kunnen worden. Ah, en ik bedoel geen idee van plaatsvakaals, want dat weet ik ook wel. Zo, nog eventjes wat mooi maken. Oh, oh heb ik... Oh, wat? Farmer gaat fout. Farmer gaat fout. Gaat fout. Oké. Eens kijken of dat we al een van de opdrachten kunnen voltooien. Doe één keer op gras. Gedaan. Ja. Net. Schep op gras. Gedaan. Oké. Aankijktoren, bunker. Misschien de glijbaan dat we het beste kunnen maken. Zullen we van hout of van steen doen? Wacht, ik ga hier al een beetje beginnen aan de automatische farm. Dat wil ik echt wel maken. Daar heb ik nog hout voor nodig. En dan is heel die farm klaar. Dan is dat helemaal klaar, bedoel ik. Dan hoeven we nooit meer extra kool. Nee, dan hoeven we het nooit meer in de oven zelf te doen. Het gaat allemaal automatisch. We moeten nooit meer wachten totdat er iets klaar is. Oh nee, ik ben hier nu geen seat voor gekregen. Oh, boeien. Nee, hier. Oh. Vier chesten. Even zien, want nu moet ik langs de achterkant van het huis nog iets doen. Nee, het is niet hier, het is hier. Ja, oké. Okay. Zo. Zo. Dus nu gaat alles wat daar in die oven zit, gaat automatisch in deze chest. Zo.
zoals je ziet. Nu zou ik deze chest moeten opschuiven. Zo. Hier zou ook nog een chest moeten. Dit een beetje hoog. Maken we daar een schoorsteen. En dan gaan we helemaal hetzelfde terug doen. Zo. En dan een chest in het midden. Zo. Alles wat daar hierin zit. Bijvoorbeeld, ik wil dit laten bakken. Gaat dat eerst hierin en dan gaat het hierin. En ik ga hier ook nog iets maken voor. Hoewel, nee, die chest moest er maar eentje opschuiven, maar... ik heb nog hout nodig. Hier. Dan hebben we nog dit. En nog één hout, denk ik dat het is. Ja, dit is genoeg. En dan zijn we volledig klaar. Ik pak eerst alle kool eruit. Oh nee, wacht. En binnenkort kunnen we ook keer maken. Zo. Oh. Te worden. Hier, hekjes. Ja, nu is een van onze hekjes weg. Bedankt, creeper. Even terug alles droppen. Hierin. En nu, alles wat daar hierin gaat, gaat dus daarin. Maar alles gaat dus in dit vakje. En alles wat daar hierin gaat, gaat in dit vakje. Zoals je ziet, komt er de hele tijd één kool bij. Zien of dit werkt. Zo. Ja, dan moeten we terug een hekje maken. Zo. Drie hekjes. En dan gaan we straks beginnen aan de waterglijbaan. Van hout, van steen, van hout. Ja, van hout. Dat is het beste. Dan gaan we eerst hout hakken. Dat is raar, daar is een grot precies. Cave. Is er veel? Nah. Wow. Maar dit is anders. Oh, wat? Ik had niet verwacht dat dat zo diep ging. That's what she said. Een schaap! Heb ik wiet bij? Ja. Dan ga ik direct zorgen
dat wij een schaap hebben. Ik kom, doorloop. Ja, kom maar, schaapie. Kom, kom, kom. Oh, het begint nacht te worden. Ik ga het schaap gewoon eventjes in mijn huis zetten. Naar mijn huisschaap. Wacht, ik heb een beter idee. Ik ga eventjes de boot halen. Want sinds 1.9 kan je ook dieren meenemen in de boot. En er ook zelf in gaan zitten. Ik weet niet of dat daarvoor kon wanneer hij er niet in zat. Ik denk het niet. Maar voor de zekerheid. Zeg ik het maar even. Zo. Volgens mij is het langs hier. Ja, ik moet nog eventjes wennen aan de besturing van die boot, van die nieuwe boten. Schaap. Hier, ja. Kom. Kom erin. In bootje. In bootje. Oh, kom op. Ga in die boot. Ja, normaal gaan die automatisch in die boot. Oh, maar het begint nacht te worden, dus met of zonder boot, ik ga naar huis. Dat schaap maar zelf kiezen of dat hij in de boot gaat. Oh, ik moet eigenlijk nog een paar torches. Zo. Zo. Op naar de missie om het schaap te redden. Ha. Hebbes. Oh. Moet ik me wel omdraaien. Zo. Dan gaan we eventjes aanmeren. Oh, oeps, schaap, blijf, blijf. Stom schaap. Stom beest. Blijf. Gaat hij nu echt gewoon weg? Stop, schaap. Aha. Oké. Nu kom je rustig mee. En jij gaat eventjes in dit huisje zitten. Zodat we een beter onderkomen hebben voor jou. Maar niet stelen, hè. Blijf. Schappie. Oké. Even nog wat meer droppen en dan gaan we zelfs beginnen aan ons. Ja. Wat was het? Waterglijbaan. Ladders heb ik nodig. Die heb ik niet nodig. Water heb ik nodig. Ik ga hier eerst beginnen met helemaal omhoog te gaan. Zo. We doen er eentje met vrije vallen.
Zo. Nee, het moet nog ietsje langer. Oh. Huh? Oh, ik dacht eerst dat de schaap los was. Heb jij dit gedaan? Tip, werk nooit samen met schapen. Zeker niet voor een video. Zo, nog een paar. Oh nee, blijf. Blijf. We hadden afgesproken. Terug. Stom beest, blijf. Zo. Nu zit weer terug. Laten we zorgen dat de waterglijbaan naar daar gaat. Zo. Oh nee. En 3, 2, 1. Waaah! 360. Oké. Zo, nog wat meer hout. Zo. Eigenlijk weet ik nog iets beter dan ladders. Maar daar heb ik eventjes wat iron voor nodig. Zo. En dan kunnen we direct ook dit schaap scheren. Zo. Nu. Even zo, en dan kan ik zien hoeveel vines ik heb. Of hoeveel lianen. Ja. Zo. 5, het waren dat er toch meer dan 5. Maar ja, nu kan ik ook dit doen. Yes.
Ojoj, jongen, dat gaat slim. Dat gaat snel. Zo, ik denk dat dat tot nu toe wel een beetje genoeg is. En het leuke is, als ik er hier in plaats, die gaat groeien. Let maar op. Ja, ja. Nog even wachten. Oké, boeien. Hij zou moeten groeien, ik zal het zo zeggen. Nee, wacht. Wat? Is het niet mogelijk om van Vine naar... Oh, man. Zo, laten we hopen dat die snel gaan groeien. Zo. Oké, zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1. Rat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 
Dat kan ik gebruiken voor de schapenfarm. Oh ja, dat moet ik ook nog pakken. Ja, en het begint weer nacht te worden. Jee, want ik hou daar echt zoveel van. Dank je, Minecraft. Zal ik dan nu een spin? Ik haat spinnen, ook in het echte leven. Nee, alleen in het echte leven. Oei, joh, er lag een schaap op mij. Nog 7 extra vines. En hout. Hier. Boom. Oké, aangezien dat die vines niet gaan groeien, zal ik het maar moeten doen. Eigenlijk, nu dat ik erover nadenk, heb ik iets helemaal fout gedaan. We hebben eerst nog een platform nodig waar dat we op beginnen. Dus dit moet eerst. Zo. Nee, wacht, misschien is het leuk als we vanaf eentje eronder beginnen. Zo. Laten we dan eens proberen.
Nee. Oh ja, wacht, we hebben dat water nog nodig. Ja, laten we zorgen dat we hier vallen of zo. Of nee, wacht. Nog niet. Maak eventjes dit, hè. Het gaat nogal. Maar die gaat het altijd nog wel naar beneden. Of zullen we vanaf hier de vrije val doen? Zo. Aha. Nu zien jullie het. Ah. Dat hebben jullie niet gezien. Kijk, langs deze kant groeit hij wel. Boom. Hier begint het water. Deze twee blokken nog weg. Zo. Dan gaan we verder met dit. Laten we eens een kleine test doen. Waarschijnlijk gaat hij nu grandioos fout gaan. Aangezien dat we, ja, niet te goed klaar zijn, maar boeien. Zo. Woehoe! Oh, nee. Oh. Zo. Dan hebben we meer water nodig. En meer hout. Dus dat ga ik eerst doen. Oh wacht, nee, eerst een axe. Zo. Oh, hier heb ik nog genoeg meloen. Zo. Ik voeg hout. Ik heb hout gekregen. Vraag het en je krijgt. Dat is de les van vandaag. Zeker als je alsjeblieft zegt.
wacht, ik ga even eens kijken hoe lang we al bezig zijn. Oeh, al veel te lang. Dit wordt een extra large aflevering van een uur. Wat denken jullie daarvan? Oh wacht, maar als die van een uur is, dan moet ik mijn muziek terug opnieuw zetten, want die gaat direct gedaan zijn. Oké, 3, 2, 1, en go. Opnieuw. Want anders is die al direct gedaan, dat is ook niet leuk. Nee, nee, nee. Tom Minecraft mannetje. Als ik zeg blijf staan, dan moet je blijven staan. Wat als ik nu dit eens doe? Zo. Kan ik eventjes rustig verder werken? Oeh, een nieuwe houtsoort, denk ik. Nee. Kijk gewoon door het licht. De zon gaat onder. Oeh, laten we hier een mooie zonsondergang bekijken. Ja, ja, ik kom nog. Nog eventjes wachten. Oké, nee. Ik heb er genoeg van. Ik ga van de brug springen. Oké, nee, eigenlijk is het echt niet grappig. Niet lachen met zelfmoord, Robben. Dat is heel stout. Dag schapie. Je bent braaf. Nee, wacht, hout. En meloenen. Even omzetten en hoeveel? Ja, 52, dat is genoeg. Hè? Hallo, ik hoor geen antwoord. Jullie mogen echt wel tegen me praten hoor, als ik iets vraag. Want ik hoor alles. Illuminati. Okay.
Nee, eentje breder. Zo. Nog een beetje verder zodat we van de boom weg zijn en dan is het de vrije val. Nog een beetje. Tot dan mijn blokken op zijn. Zo, dit is ook. En nu de test. Het water komt sowieso niet ver genoeg. Dus dan. Oh, nee. Aangezien het water niet ver genoeg gaat, zullen we het ver genoeg moeten maken. Zo. Dat we hier eentje dieper moeten. Hij moet dieper! Zo. Oh. Dus het gaat eentje naar beneden en dan zou het normaal niet wel betalen. Oeh. Blokjes opduiken. Dat is mijn dagelijkse bezigheid. Zo. Oh wacht, dit is al eentje laag. Ah nee. Zo. Wauw, dit gaat echt heel veel verschil maken, dat ene blokje. Zo, en. Zo. Ik ga dit hier nog blijven laten staan om te laten zien dat we tot daar moeten. Zo. Deze moet hier. Zo.
Zo, oké. Blokjes op daken. Zo. De zon nu aan het ondergaan. Oh. Maar ondertussen kan ik nog wat hakken. Ik ga hakken, jongen, ik ga hakken. Je kan nooit genoeg hout hebben in Minecraft. Van mijn bed af. Van mijn bed af. Nee. Deze torch. Die mag hier. Zien of dat we al bijna het uur hebben bereikt. Oké. Ja, we gaan iets over het uur gaan. Als jullie niet wegkijken, dan maak ik er gewoon een XL aflevering af van. Dus als jullie blijven kijken, tot helemaal op het einde, helemaal op... Nee, ik ga nog niet zeggen wat er dan gebeurt. Dan gebeurt er iets heel speciaals. Deze twee erbij. Zo. En hier in de hoek moest ook nog water. Dat ervoor zorgde dat je naar hier werd gedaan. Ja, zo. Nog een heel klein beetje water en dan komen er. Ha. Oh nee, dat mag niet. Anders stroomt hij niet meer. Dat is wel geen slecht idee. Zo.
eentje. Yes! Nu gaat hij waarschijnlijk minder stromen, maar hij werkt wel. En dat is belangrijk. Oké, hier moet je een beetje sturen. Maar voor de rest, vrije val. En dan kan je gewoon door. En als je wilt aanmeren... Hier. Boom. Oké. Dus die opdracht is zo goed als af. Er mist nog een enkel één ding. Dan moet ik nog voorbereiden. Oké, nee, wacht, dit wordt geen XL-aflevering. Nee. Jammer. Het wordt een XXL. Oh, wat een fles. Het rotte vlees. Ik wil eigenlijk een wolf. Als jullie ooit een wolf zien, zeg me dan, want ik wil echt een wolf. Want als een beest of zo jou aanvalt... Dan gaat jouw wolf automatisch, of jouw hond, als je het awesome hebt getemd, dan gaat hij automatisch dat beest aanvallen. Dat is heel handig. Zo. En voor de rest ga ik allemaal bootjes maken. Oké, één bootje. Nou, misschien raden jullie het al. Hier boven komt een chest. Op die chest. Nee. In die chest. Zitten, zo, alle bootjes. Oké, dan denk ik dat deze opdracht tot nu toe wel een beetje af is. Als jullie andere ideeën hebben of zo, ja, zeg het dan in de reacties, zodat ik het beste kan doen. Zo, Robbe de boer. Oh, dat kwam er raar uit. Robbe de boer. Boer. Wauw. Oké. Okay. Ik denk, die opdracht is wel gedaan. Onze eerste opdracht... Oh. Oeps. De eerste opdracht die dat we ooit hadden... Is nu afgemaakt. Drifty. Maak een water. Ja, bam. Maak een uitkijktoren, dat kunnen we ooit, dat kunnen we de volgende keer doen. Nu ga ik een farm maken voor de schapen. Voor het schaap tot nu toe. Het moet wel een grote farm zijn. Maar oh, waar zouden we het dan doen? Weet je, dat doen we de volgende aflevering. Ik ga nu afsluiten. Tot de volgende keer, creepertjes. Laat alles, ja. Jullie weten het ondertussen wel. Dag!